Ben je hier in een bibliotheek? Zie je zo'n uitgeleend boek? Hier heeft iemand zijn sigaret op uitgedrukt. Mensen hebben in de kantlijn zitten schrijven. Daarom leen ik nooit meer boeken aan andere mensen uit. Schandelijk vind ik dat. Hallo. Hallo. Henk Westbroek. Hey, doen mensen dat hier vaak, joh? Dat ze die boeken mishandelen? Nou, in principe is dat nu wel duidelijk dat dat niet meer kan. Maar je ziet wel van oudsher veel sporen in boeken van lezers. Dus het idee dat je niks in boeken mag schrijven of niks in boeken mag achterlaten, is een vrij recent idee. Een boek was een gebruiksvoorwerp. En niet alleen maar iets wat je las zonder dat je er ook bij schreef. Sterker nog, je leerde op school ook om altijd aantekeningen te maken bij het lezen. En zo werd een boek dus voor een deel ook een plaats waar je dingen kon verzamelen. We krijgen binnenkort, morgen zelfs, wordt hier in de bibliotheek een boek, een Bijbel van Luther gebracht, waar Luther in de kanttekeningen boos wordt op Erasmus. Ja, en waarom wordt hij daar boos op? Omdat hij niet eens is met de manier waarop Erasmus de tekst van het Nieuwe Testament heeft vertaald. Ja. Staat er bijvoorbeeld in de kantteken van je bent een schurk, je bent een boef. Echt waar? Of, ja, met uitroeptekens. Luther kon erg goed schelden. Ik heb drie voorbeelden om te laten zien. En ik wilde eigenlijk beginnen met de oudste. En dat is een handschrift. Dat komt van het Carthuizer klooster Nieuwlicht uit Utrecht. En dat is een handschrift met veel medische informatie. Duidelijk bestemd voor geleerde mensen. Maar je ziet ook veel vormen van gebruik. En aantekeningen die mensen erbij zetten. Ja. Dit is zo mooi opgeschreven dat ik als leek even dacht, oh, dit hoort gewoon bij het blad. Maar dit is allemaal commentaar op wat hier staat. Ja. Kijk, hier ook weer. Het is helemaal volgekalkt. Ja. Dit gaat om geleerde monniken die voor hun vak, zal ik maar zeggen, aan het lezen en studeren waren. Geleerde lezers uit de Utrechtse omgeving. En nou kan ik geen Latijn lezen, dus ik heb geen idee waar het over gaat, maar jij misschien wel. Nou, dit is een medische tekst die gaat over urine. Oh, dit is een... Dus als het ware, dus hier staat dan de tekst en dan pissen zij er als het ware literair overheen, omdat het toch over urine gaat. Prachtig boek. Dit gaat over de bezetting van Utrecht door de Fransen in 1672. Waar... Met plaatjes. Ja. En daar heeft een inwoner van Utrecht uit die tijd zelf allerlei aantekeningen bijgeschreven. En dit is dan zo'n bijgevoegd commentaar? Dit is die man die er zelf informatie bij heeft gevoegd om dingen aan te vullen of te corrigeren van wat er in die tijd gebeurde toen de Fransen Utrecht... En dat plakte hij ook gewoon in dat boek? Ja. Als ik jou al bladerend zie, valt me op dat er meer aan toegevoegd is in dit boek dan dat er ooit stond, hè? Want er is er weer eentje. Ja, dit zijn... Boze Fransen. Stouterikken. Nou, weet ik dat dit soort boeken... Ik bedoel, ze liggen niet voor niks op een kussentje. En er is natuurlijk... Ze willen niet dat een gek ze zomaar doorbladert. Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Aan de andere kant, weer als bibliotheek, dat mensen ook boeken kunnen lezen. Hoe maken jullie die boeken toegankelijk en haal je de boeken er heel bij? Nou, het mooie is natuurlijk dat we tegenwoordig ook digitaal boeken kunnen lezen. Ja? En we zijn ook bezig hier in Utrecht met het ontwikkelen van methoden om ook bovendien aantekeningen digitaal in boeken te maken. Dus als ik hier kom, dan kan ik deze boeken inzien op de computer. En dan kan ik er ook gewoon, net als vroeger eigenlijk, mijn commentaar bij. Dat kun je zelfs thuis doen. Hier zie je bijvoorbeeld een exemplaar van Livius, wat de Romeinse geschiedenis vertelt. Ja. Hier zie ik een pagina met aantekeningen. Dit is dat boek over de bezetting, de Franse bezetting van Utrecht.
Dat boek wat daar, dat staat hier staat ook. Staat hier al op. Iedereen kan het thuis al bekijken. En wat je nu kunt doen, ja, is hier aantekeningen maken. Ja. Bijvoorbeeld zo. Eerst een kadertje. Ja, dan markeer jij erom. Dat kadertje. Vervolgens ga je hier kijken en dan zeg je, er staat NB. Dus ik kan via deze site met jou in discussie over wat er opgeschreven is. Ja. En ik ga het doen ook. Hey, hartstikke bedankt. En ik vond het zeer verhelderend.